tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Ik heb 3 mensen in mijn hoofd waarvan ik eigenlijk denk dat het niet anders kan zijn dan dat die 1 van die 3 het is. Mijn hoofdverdachte blijft toch nog steeds Frits. Het is heerlijk om verdachte te worden. Het is prachtig om te ervaren dat mensen alles wat je zegt beginnen te wantrouwen. Frits, ik vind het raar dat hij vandaag bij 2 opdrachten heeft lopen mollen. Boven op die berg, bij die chief-opdracht. Ja, dat klopt niet. Ik heb het in de politiek bar meegemaakt. Maar zo bar als hier bij Wie is de Mol is echt extreem. Maar ik ben niet helemaal meer zo overtuigd. Er is namelijk een nummer 2 aangehold en dat is Lisbeth. Lisbeth doet raar. Doen alsof ze heel erg in het spel zit. En zij komt ook naar mij toe en mij vraagt mij dingen waarvan ik denk, molletje. Nou, ik schat mijn kansen redelijk in. Ik heb veel details gelet de afgelopen tijd. Ik heb het allemaal opgeschreven. Ik spitste de vragen toe op 3 mensen. Dan moet ik er helemaal naast zitten. Dan wil ik niet door kunnen gaan. Voor mij is het een beetje gaan schuiven nu. Er moet iets zijn met die getallen. Die zeggen ze niet zomaar. Die zegt Art niet zomaar. 4, 2, 6, 3. Dat is quite strange. Ik heb het opgeteld. Ik heb het gedeeld. Ik heb maal gedaan. Ik heb de letters van het alfabet er langs gehouden. Ik ben alle gegevens van iedereen aan het nagaan. En ik kom er niet uit en het maakt me helemaal gek. Tim is echt wel een vriendje van mij geworden. Dus ik schrok ook heel erg, want ik dacht, nee, stel je voor, hij is de mol. Oh, dat zou ik heel heftig vinden. Ik verdenk Tim omdat ik zijn rol zo vind passen bij een molrol. Toch een beetje mensen schuwen, heel erg aftasten, heel erg afwachten. Ja, hij heeft niet echt hele verdachte dingen gedaan bij zijn opdrachten. Maar ik vind zijn rol gewoon redelijk verdacht. Mijn hart is gewoon crazy verkeerd aan het gaan. Het is nog maar een gevoel, maar ik begin steeds wel gewoon meer te denken dat ik gewoon op het juiste spoor zit. Het is gewoon alles of niets. Maar ik verwacht bij deze gewoon mijn gevoel. Don't trust nobody. De test komt eraan. Ik heb gelukkig een vrijstelling, dus ik kan gewoon lekker relaxed achterover zitten. Ik ben wel heel benieuwd wie eruit gaat. Ik denk Dio. Maar ik hoop het niet, want toch wel een leuke jongen op zich. Jongens, het is een strijd tegen de elementen hier in IJsland. Maar jullie strijden ook tegen elkaar. En niet te vergeten, tegen de mol. Die had het makkelijk tot nog toe. Pas op het allerlaatst hebben jullie tij weten te keren en is er geld verdiend voor de pot. Maar ja, daar heb je niet zoveel aan als je deze executie niet overleeft. Tim gaat deze executie overleven en gaat door naar aflevering 3 met zijn vrijstelling. Gefeliciteerd. Frits, jij had in aflevering 1 een vrijstelling. Zullen we eens kijken hoe je het nu hebt gedaan? Annemarie. Marit.
vrijstelling van aflevering 3. Maar ja. Zo anders tegen dingen aan en dat maakt het gewoon ontzettend leuk. En hij heeft heel veel humor en hij geeft een soort schwoen en hij is jong. Hij gaf gewoon iets extra's en dat is gewoon wel heel jammer dat het is verdwenen. Later mensen. Oké. Dio. Ciao. Dio eruit. Jammer, ik vond Dio heel erg leuk. Ik heb hem geprobeerd een beetje in de goede richting te duwen, want ik vond het een leuke jongen en ik wilde graag dat hij verder kwam. En volgens mij is dat helemaal fout gegaan. Want toen heeft hij op iemand ingezet, ja, die het niet was. Dio. Ja? Een groot risico genomen. Ja, klopt. Nee, ik had zoiets van, weet je, het is 50-50. Ik ga er vol op. En als ik het meteen in het begin goed heb, dan kan ik me gewoon de rest van de show gewoon, weet je, dan kan ik me gewoon rustig voelen als ik het nu goed gaat. Of ik ga naar huis. Spel is zo'n mind fucking game en je weet op een gegeven moment gewoon niet meer wat je moet geloven en niet en. Ooit van het woord tunnelvisie gehoord? Yes. Nou, hij is vol op één iemand gaan, zei hij. Ja. Ik heb nog gevraagd of prima is en dat ga ik niet zeggen. Wat ik op zich ook wel goed vind. Ja. En ik hoorde het nog tegen jou zeggen als jij het bent. Ja. Dus ik heb geen idee of je die is. Het werd je ondergang. Ja. Is jammer. Yep. Ik wens je een goede reis. Dankjewel, man. Dankjewel dat je er was. Later. Deze vraag komt in de test van aflevering 4. Dat is belangrijk in ervan, dacht ik zo. Ja. Waarom geef je joker weg? Je hebt recht op deze joker. Ik denk dat jij meer nodig hebt dan ik. Hallo. Hallo. Ja. En toen kwam er een soort kruising tussen retired mama Lou en je enge buurvrouw die een chronisch tekort aan seks en aandacht heeft.